Ja, vandaan, je kondigde vooraf al aan. Ik ga een goede wedstrijd spelen. Ja, nou, dat is natuurlijk een beetje bluf. Het is natuurlijk een interview die je krijgt. En daar heb ik gewoon mijn zelfverzekerdheid getoond. Omdat ik natuurlijk de laatste weken gewoon lekker in mijn vel zit. Ik score veel en draait lekker. En nou, als je dat hebt, dan weet je dat je op een gegeven moment lekker in je vel zit. En ik wist gewoon dat ik hier zo gemotiveerd voor was. Dat ik gewoon hier goed wilde spelen. En dat ik eigenlijk ook wel zelf gewoon wilde eigenlijk. En dat was eigenlijk waar je mee het veld in gaat. Waar ik altijd het veld mee in ga. Kijk, soms, je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. Kijk, je kan wel zeggen dat je goed gaat spelen. Maar dat is iets waar ik het veld mee in ga. Weet je wel, van ik moet gewoon goed spelen. Ja, maar er zijn ook wel eens momenten dat het gewoon helemaal verkeerd uitpakt. En vandaag pakte het goed uit en ja, dat is lekker. Maar was je zenuwachtig vooraf of denk je nou, ik zal ze wat laten zien na vorig seizoen? Ik ben echt nooit zenuwachtig. Nooit niet. Dat is gewoon, ik weet niet. Misschien komt het ook door Quick Boys, weet je wel. Ik heb hier natuurlijk een aantal jaar gespeeld, waardoor je natuurlijk ook altijd met druk moet omgaan. En op een of andere manier schakel ik dat altijd uit en wil ik gewoon lekker voetballen. En wat je zegt, het is gewoon lekker voetballen en voor de rest niks. Het kan verkeerd gaan, het kan goed gaan en zo is het. En dan scoor je, loop je naar de cornervlag. Wat doe je? Ik juich. Want dat was vooraf ook al zo in je hoofd, ik ga gewoon juichen als ik scoor tegen Quick Boys. Nee, kijk, het is natuurlijk puur maken die 1-0 op een goed moment, net voor rust. En dan je scoort en er komt gewoon ontlading naar boven. Maar het is niet dat ik juich omdat het Quick Boys is. Nee, ik speel nu voor Noordwijk en daarom juich ik. En bij die 2-0 juichte ik niet, omdat een groot gedeelte van mijn maten allemaal achter het doel zitten. En die hebben altijd achter me gestaan, dus liep ik gewoon normaal terug. Je weet hoe het eraan toe gaat bij Quick Boys. Hoe hard komt deze klap aan? Nou, ik denk dat je het zelf wel weet. Ik bedoel, we stonden op 5 punten natuurlijk voor de wedstrijd. En we wisten van als we Quick Boys een tik uit kunnen delen, dan dat je op 8 punten komt te staan. Dus ik denk dat je zelf ook wel weet dat het nu voor Quick Boys natuurlijk wel. Het is niet over, maar je hebt ze wel een dreun uitgedeeld. En je hebt natuurlijk met nog meer ploegen te maken nu in de hoofdklasse. Ik weet niet wat de leden hebben gedaan. Nou, die heb verloren, dus die komt op 1 te staan, denk ik. En we hebben gewoon echt goede zaken gedaan vandaag en dat is het belangrijkste. En we moeten nu gewoon weer naar volgende week gaan. We mogen eventjes genieten van deze winst. Maar het is ook gewoon een wedstrijd. En volgende week staat thuis weer voor mijn Xerxes op het programma. Nou, daar moeten we er ook gewoon weer staan. En zo is het. Zo moeten we iedere wedstrijd moeten we gewoon alles geven als team zijnde. En dan kan het wel eens een leuk jaar worden. Hoe vond je je publiekswissel? Ik heb er zelf niet eens veel van meegekregen. Het was natuurlijk een moeilijk moment natuurlijk. Dit is mijn club en zal het altijd blijven. Dus er is geen andere club die in mijn hart komt. En daarom blijft het wel lastig, weet je wel. Het is eigenlijk je thuis, maar je speelt voor een andere club. Dus net als voor de wedstrijd kwam ik ook het veld op en dan is het een heel apart gevoel, weet je wel. Je hebt hier jaren gespeeld en het is hier altijd mooi geweest. Ik heb alleen iets minder half jaar gehad vorig seizoen dat ik minder speelde en dat een aantal dingen waren gebeurd. Maar dat is nu klaar en dat is helemaal voorbij. Ik heb het nu hartstikke naar mijn zin en dat vind ik het belangrijkste. Voelt het na deze dag ook zo dat een hoofdstuk nu echt is afgesloten? Nee, dat vind ik van niet. Ik bedoel, iedereen weet wel wat ik kan. Het is alleen dat ik soms met dingen slimmer moet omgaan als persoon. Dat is het belangrijkste. Ik bedoel, iedereen kan voetballen hier op het veld. Als Noordwijk zijnde en als Quick Boys zijnde. En als ik dan persoonlijk kijk, ik weet ook wel dat ik kan voetballen. Maar het is af en toe dat ik wel slimmer moet, met dingen moet omgaan. En dat gaat nu hartstikke goed. En dat was bij Quick Boys was dat altijd heel moeilijk. Omdat, ja, je komt natuurlijk uit een dorp, iedereen ken je. En dan, als je dan wel eens negatief in het nieuws komt, ja, dan wordt het gelijk natuurlijk opgehemeld. En dat heb ik natuurlijk nergens nooit gehad. Ik bedoel, in Spakenburg heb ik dat ook nooit gehad, bij Noordwijk ook niet. En bij andere clubs heb ik dat ook niet gehad waar ik gespeeld heb. Alleen ja, kijk, hier, omdat je hier natuurlijk vandaan komt, is het altijd lastiger. Iedereen weet ook hoe ik ben. En ik hou ook van een gekkigheidje en gezelligheid. Ja, soms moet ik daar ook wel eens slimmer mee omgaan, maar dat is het verleden. We kijken nu vooruit, zeg ik maar.